Gewaardeerde reviewvrienden. Hoe is het daar? Hier gaat het lekker hoor. Oh, oh, oh. Zo benieuwd wat er onder een doosje zit. Wat heeft onze Ahmed opgestuurd? Eens even kijken. Een blikje met Russische teksten. Nu kan ik op dit blikje niets anders dan Russisch vinden. Oh, en ik zie hier een stickertje met een visje erop. Ik denk dat we hier te maken hebben met Russische vissen. Alleen ik wil wel even weten wat voor visje het is. Eens maar even kijken. Holy moly. Nu zitten er hele vissen in. Eens even kijken. Hier. Ingemaakt in het... Niet in het zuur, in het vet. Hang er nog een ingewandje uit. Ik vind het lekker. Ik weet zeker dat het geen haai is. Ik weet ook zeker dat het geen goudvis is. Maar ik vind ze lekker. Ingemaakte spratjes. Ik weet nog wel dat mijn opa die at ze vroeger. Dan zaten ze met een postelastiek zo aan elkaar. Dat waren dan gerookte spratjes. Dat vond hij heerlijk. Nou, ik vind deze ook heerlijk. Lekker man. Ingemaakt visie. Maar die Russen, die bunkeren natuurlijk niet. Alleen maar ingemaakte vissen uit een blikkie. Nee, die Russen, die weten hoe ze dat moeten doen. Met een glaasje. Wodka! En dit is Russische, Wit-Russische, komkommerwodka. Nou. Nou, we straven je. Want wat is er lekkerder dan een visie en een beetje vuurwater? Heerlijk. Het is wel een beetje scherp, je wodka. Maar heb je ook wat? Heerlijk. Ingemaakte spotjes. Ik moet zeggen, Ahmed stuurt meestal vis op. Wat niet te hakken is. Vieze vissen. Terwijl ik gek ben op vis. En ook gek op deze ingemaakte spotjes. Nou, dat is toch weer. Heerlijk. Sorry, visjes. Niet helemaal coronaproof, maar... ik ben hier blij mee. Normaal, en dan moet je eerlijk zijn, kieper ik alles weg wat ik heb gekregen wat niet tevreden is. Want niemand in het huis zit te wachten op... stinkende snoepjes of kokend hete chips of wat dan ook. Maar dit blikkie, daar gaat lekker de koelkast in bij oom Jan. Want ik vind het heerlijk. La 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 deze visjes, ja, die bewaar ik voor de borrel van morgen en overmorgen. Want ik vind ze heerlijk. Ik heb ook nog even opgezocht hoe die dingen heten in het Russisch. Wat hier dus staat. Even kijken, hier. Ja, dat kunnen wij natuurlijk helemaal niet lezen. Maar weet je hoe je dat noemt in het Russisch? Kielka. Dus even lekker een paar kielka sprotjes. Met een paar borreltjes erbij. Kind kan de was doen. Even een cijfertje. Deze ingemaakte visjes, deze sprotjes, deze kielka krijgen van mij een 9. 9! Zo lekker. En deze wodka krijgen van mij een 10. Maar dat is omdat ik alles lekker vind waar alcohol in zit. Nog eentje dan. Lekker.